Santa Maria is een UNESCO-school en dat betekent dat Santa Maria lid is van een wereldwijd netwerk van scholen die allemaal aandacht besteden aan UNESCO-thema's zoals vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzaamheid en wereldburgerschap. De positieve ervaring die ik heb is dat ik merk dat school merkt dat als leerlingen bezig zijn met dingen die ook buiten de school belangrijk zijn, in de grote wereld zou ik maar zeggen, dat ze dan heel erg geïnteresseerd zijn en gemotiveerd. En dat het ook belangrijk is voor leerlingen om iets te leren over de wereld buiten de school. Dat houdt in dat je meer met de wereld bezig bent. Vorig jaar zijn we met een aantal leerlingen naar Italië geweest, naar Model United Nations. Waar we dan in contact zijn gekomen met leerlingen van over de hele wereld en daar de Verenigde Naties hebben uitgespeeld. Vorige week zijn we naar Griekenland geweest. Met een profielreis en daar hebben we ook dan ons verdiept in de cultuur van het land en alles gezien. En ook weer een school bezocht daar. Nou, dat is hartstikke interessant natuurlijk, om het een keertje buiten Nederland te zien en ook op een interessante, leerzame manier daarmee om te gaan. Nou, we zijn bijvoorbeeld naar Trier geweest en dat was zeg maar een soort van werkreis eigenlijk. Maar we hebben natuurlijk ook wel plezier gehad, maar we gingen toen zeg maar de cultuur bekijken van Trier, dus van de Romeinen. En we hebben ook archeologische opgravingen gezien en we zijn naar musea geweest. Ik vond de reis naar Trier heel interessant en ook heel leuk om te doen. Omdat je ook een keertje niet op school zit een hele week, maar ook de wereld kan zien en niet er alleen over leert. Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen niet alleen maar vakinhoudelijk worden voorbereid. Ze halen natuurlijk een diploma, maar ze bereiden ze ook voor op het leven in de wereld. UNESCO School is de wereld. UNESCO School is dat je niet alleen naar jezelf kijkt, maar ook naar de wereld om je heen. Ik vind het heel leuk dat Sancta een UNESCO School is.